Jaroski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Red Dead Redemption 2. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven waren. Want op dit moment ben ik onderweg naar Captain Monroe die in dit kamp natuurlijk verblijft. Want we zijn op dit moment nog steeds de Native Americans aan het helpen. In de vorige aflevering hebben wij samen met de Native Americans en met Dutch het opgenomen tegen het leger. Dat was echt totaal niet slim, want het was bijna ons dood geworden. Maar gelukkig ging het nog maar net goed en leven we dus ook gewoon nog steeds. Hoe dit precies allemaal gaat aflopen, heb ik geen idee van. We gaan het gewoon allemaal natuurlijk weer zien. Dus vind je het nou leuk? Rap natuurlijk zoals Skyler blijkt, dat zou ik super, super doof vinden. Sowieso bedankt allemaal voor de support. En dan gaan we zien hoe dit allemaal afloopt. Captain Monroe, goedendag. Hallo, hier ben ik, zoals promised. We zouden hem natuurlijk gaan helpen. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Oh, really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. He knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to Wapedia after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, you must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Tijd om de medicijnen terug te krijgen. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. We volgen Captain Monroe. Blijkbaar zijn dus de medicijnen hier nooit aangekomen. En hebben ze die ergens anders naartoe gestuurd. Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. Rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for it. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. Cannot afford more conflict. Especially when Eagle Fly is now imprisoned at Fort Wallace. Yeah. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Fall and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. Failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. We hoeven dus alleen maar de medicijnen mee te nemen, niet de hele wagen, maar echt alleen maar de medicijnen. En we moeten het niet uit laten lopen om een conflict, want dat kunnen ze ook niet meer gebruiken natuurlijk. We weten nu wel dat Eagle Fly dus in de gevangenis zit. Hij is dus niet vermoord, maar hij is gevangen genomen. Oh. Okay, let's dismount here.
Best leave the horses back a bit. Cool. We'll have a good view over the road from this ledge. Hij kent de omgeving hier wel goed, dat is wel mooi. Waar is die wagen? The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Oy. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. Thank you. I'll get you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, I can't promise. Hoe gaan we dit aanpakken? Dat is de vraag. Ja, we moeten wel met Astro erachteraan. Ja. Alright, we moeten de wagen gaan overvallen. Dat is de enige manier. Staat ook US Army op. Hold it right there. Whoa. Ja, ze pakt het wapen erbij. We better put that down right now. We'll open fire if we have to. Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard already. Gaat hij schieten? Hij gaat schieten, wat een gek. Wat een gek, jongen. Ik wilde dus echt niet gaan schieten. Maar zij dus wel. Het spijt me zeer, jongens, maar ik zat hem te bedreigen. Maar ja, hij begint zelf te schieten. Ik begon er niet mee. Dus het spijt me zeer, maar dat is jullie eigen schuld. We hadden het ook gewoon op een goede manier kunnen uitpraten met elkaar. We klimmen heel veel die wagen in. De medicijnen moeten hierin liggen namelijk. Ik kon het niet anders. Hij had zijn wapen al natuurlijk op me gericht. Dus het is niet anders. Zijn dat de medicijnen? Is dat alles? 1 doosje, 2 doosje, 3 doosjes. Awesome. Oké, dat was het. Dan kunnen we hier weg. We hebben nu wel nog 2 militairen vermoord. Maar ja, we hebben er al heel erg veel vermoord de vorige keer. Dus dan maken deze 2 ook niet heel veel uit. We hadden gewoon die medicijnen nodig. Hadden ze maar gewoon naar het kamp moeten sturen. Dan was er niks aan de hand geweest. Maar ja, dat hadden ze niet gedaan. We rijden meteen weer terug naar het punt waar we naartoe moesten. Dus een klein stukje rennen, maar we komen er vanzelf wel. Er komt ook helemaal niemand achter ons aan, dus dat zit wel goed. Terug in het kamp. Ze zullen niet blij zijn dat we die 2 soldaten hebben vermoord, maar ja. We kunnen de tijd niet terugdraaien en het op een andere manier doen. Want tijdmachines bestaan nu niet en toen de tijd helemaal niet natuurlijk. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well. I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Hebben we dat ook weer opgelost. We hadden natuurlijk beloofd om ze te helpen. En dat is ook precies wat we nu hebben gedaan. Ze hebben de medicijnen. Dus de mensen hier kunnen ze goed verzorgen nu op die manier. Want ja, dat iedereen doodgaat door ziektes en door van alles en nog wat. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En dat het stomme leger die medicijnen niet aan ze geeft. Ja, dat is... Dat slaat gewoon nergens op. Weet je? Als die medicijnen hiervoor zijn bestemd. Dan moeten die medicijnen ook hier naartoe gaan. Dus we hebben ze gewoon gepakt. En... ja, het is niet helemaal gegaan zoals dat moet gaan, maar dat is ook niet erg. Kan wel eens gebeuren, hè, natuurlijk. Wat ik nu doe, is ik ren helemaal terug naar het kamp. Dat is ook weer een stukje rennen.
Want dan kunnen we weer verder gaan namelijk. Big man. Worried. Really worried. Waarom? Me too, uncle. What's going to happen, you know? To everybody. I guess folks is gonna make a choice. Whether they live or die. And you? I don't have that choice no more. I'm just trying to help others see clearly. That's my choice. You're a good man, Arthur Morgan. Een good man. Thanks, jongen. Is ook een aardig hoor, hij. We hebben nooit echt goed gesproken of zo, maar het is een aardig mannetje. Ik ben weer terug in het kamp, zoals je ook kan zien. Maar wat ik doe is, ik loop meteen naar Sadie toe, want die staat hier namelijk op dit bergje te wachten. Ik weet niet wat ze wil. Maar dan kunnen we wel van haar vragen. Mrs. Adams. Zo, kijk uit met dat mes, alsjeblieft. You okay? Oeh. Peachy. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. Mm. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? Like, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. We gaan hem wel helpen. I'll tell you what. I'll do it. But there's something you can help me with. Abigail. Jack. John. Make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... Or how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape. When I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? No, I can have one more. Thanks, Arthur. Okay, come on. We gaan dus de laatste O'Driscolls uitschakelen. De leider Colm is natuurlijk opgehangen aan de galg. Maar natuurlijk is nog niet de hele gang uitgeschakeld. Dus we gaan nu met Sadie mee. En dan gaan we de rest van de gang, de resterende mensen, gaan we uitschakelen. Hey. En dan moet het ook wel goed komen. What's going on? I think there's a bunch of them in there. Mostly drunk. One of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Ja, is goed hoor. Sure. How are we doing this? We're just going in. Ja, is dat de manier? Oh, wacht heel even dan. Dan loop ik heel eventjes naar Astro toe. Om wat wapens te pakken, want dat hebben we wel nodig dan. Yo Astro, ik heb even wat wapens nodig. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. Hoppatee. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there? Okay, so no real plan then. Even kijken hoor, ik wil wel de juiste wapens mee namelijk. Zo. Ik ben gewoon vol te schieten jongen, oh! Met zo'n molotov naar binnen, joh, die gek. Oké, hier gaan we jongens. Shotgun kan ver schieten, maar niet zo ver. We moeten even dichterbij komen. De shotgun is gek, jongen. Echt waar. Colm's dead. We don't have to score with you. Faster in the halo.
Yo, cool, dank je. Let's go, let's go, let's go, let's go. We hoeven nu te flanken, joh. We gaan er gewoon vol in. Stop op de flank altijd. Geen zin in. Ik moet wel op blijven passen, want ik moet nu ook mijn shotgun reloaden namelijk. Dus er zomaar in rennen is niet zo heel erg handig. Maar die stomme O'Driscolls verdienen het. Zo doen we dat. We pakken het een keer anders aan, heerlijk. We rennen gewoon volle vaart in, joh. Let's go! Zo doen we dat. Yes, sir, Sadie. Oh, die knet, jongen, die shotgun is echt gek. Oh, stop. Er loopt er nog een naar buiten. Kom maar, jongen. Spijt me. Yes, sir, Sadie. Uh-oh. Sadie. Waar is ze, joh? Oh, ze is boven. Gaat hij goed daar? Misschien is dat wel de man met de baard die ze aan het martelen is. Oh, die knet zo dat mes erin. Oké dan. He was a good man, my Jakey. So. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. Nee, die doen het niet meer. Ze zullen ook niet meer opstaan. I think I need to be alone for a bit. I understand. You I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Helemaal onder het bloed. Oh, wauw. Nou, dan kan je één ding zeggen. De O'Driscolls zijn niet meer. We hebben er veel vermoord hier, joh. Dat is echt niet normaal gewoon. Ik ga heel snel een aantal mensen looten, want ze hebben denk ik best wel goede spulletjes op zich. En dan kunnen we ook wat van die ammo terugkrijgen. Deze vet heeft gewoon geen hoofd meer, joh. Die shotgun, joh. Dat was echt... Dat ding was beast, hoor. Dat is niet normaal. Sadie heeft er natuurlijk ook echt enorm veel afgeschoten. Maar we zijn er gewoon volle vaart ingerend. No mercy. En we zijn gewoon volle vaart gegaan, joh. Oh, dit was gekke werk gewoon. Kijk, loot er nog een paar. Dan pakken we Astro. En dan gaan we weer terug naar het kamp. Even kijken wat ze bij zich hebben namelijk. De meeste hebben alleen maar een dollartje of een pocketwatch. Maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben zijn... medicijn of iets dergelijks. Oh, we moeten hier weg. We moeten niet weg. We moeten niet weg. De law komt eraan. Oké, let's go. Astro, we moeten gaan, vriend. Let's go. Yep. Oh my god. Sorry, Astro. Kom hier, kom hier, kom hier.
Klim er overheen, Astro. Je kan het. Klim er overheen. Rustig. Klim er overheen. Nee, dat gaat je niet lukken. Oké, dan lopen we even naar de ingang. Oh my god. Astro! Je kan er niet overheen klimmen. Dan moet je het niet nog een keer proberen, vriend. Oh nee, de lamp komt eraan. Astro. Please, sta op. Ik heb geen zin dat ze achter ons aankomen namelijk. Oké, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oeh, de lol die komt er namelijk aan. Dit ging niet helemaal goed. Eerst kon Astro er niet overheen klimmen. En daarna wilde ik niet dat hij er overheen klom. En klimt hij er opeens overheen. Dus dat ging niet helemaal volgens ons plannetje. Maar we zijn wel op tijd weggekomen, want de lol die heeft ons niet gezien. Twee keer gaan we vol op onze plaats, joh. Oei, 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 oei. Wat ik wel kan doen is, ik kan je even wat eten geven, vriend. Kom maar. Kom maar. Rustig aan. Het is een beetje verslag, het paardje. Maar ik kom wel goed met hem. Oké, terug naar het kamp. En hier zit Trelawney op ons te wachten, zo te zien. Dus hij kijkt ons wel aan van, ga je nog gedag zeggen? Maar dat zal ik wel gaan doen, ja. I was leaving again. Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. Hij zegt het tegen iedereen nu, hè? I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. En weg is die, hoor. Hij vertelt iedereen, ja, dat ze weg moeten gaan. Found a friend looking for you. Maar is ook wel logisch, natuurlijk. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Oh. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. We gaan zo even helpen. Waarom niet? We gaan met Charles mee. Wij moeten dus een beetje de orde daar houden. Want zij mogen geen wapens meenemen. Dus ja, wij zullen als backup staan mocht het helemaal verkeerd gaan. Let's go, Astro. Daar gaan we weer. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved. Now Eagle Flies is under arrest. Yep, that's right. Certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps.
Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Dat hoop ik ook, ja, dat hoop ik ook. Hij zegt het zelf ook al, ze kunnen je natuurlijk ook uitdagen dat je terug gaat vechten, zodat dat leger kan zeggen van, zie je wel dat deze mensen terugvechten, zie je wel dat deze mensen hier niet thuis horen. Maar Raceval, ja, die wil gewoon de vrede bewaren en die wil ook alleen maar vrede. Het is een heel, heel aardig mannetje, het opperhoofd. Nou, wat er laatst met het leger is gebeurd, dat is niet heel erg handig geweest. Want Eagle Flies is dus ook gevangen genomen. En nu gaan ze onderhandelen. Here we are. There's my man up ahead. Hello. Oh. We chasha kilana. Kola with Yampi. Hilpo. Unyapi ktelo. This way. Spreken natuurlijk in hun eigen taal. Daar gaan we. Zij staan wel met wapens. Ik hoop niet dat ze gaan beginnen te schieten. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. Wow. In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Hij wil niet eens een naam uitspreken. Listen. Wat een lul. We're all Americans here. And we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Arthur. Are you okay, man? Someone. Jax, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Raines. That's, Raines' fault. Exactly. Chief Raines, the thing it's quite is, a cough. The federal government. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Het gaat niet goed met hem, hoor. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. Ooh. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors, the man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. Dat is niet goed. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the
Het is goed dat we dan geen hoesten, want daardoor hebben we het nu kunnen afluisteren, hè. Ze willen dus Captain Monroe pakken. Ja, come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. Ooh. I don't want to kill this man. But shall. Bitch. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Ik ga rustig naar achter naar mijn paard toe. Don't be dumb. You won't get away with this. Okay, let's go. Drop. Ze proberen te schieten. Let's go. Weg hier. Oké, nice. Het is goed dat we Captain Monroe daar nog uit hebben kunnen krijgen. Dat ging nog wel goed zo namelijk. Maar woe. Ik pak even een wapen erbij. Zo. Let's go, jongens. Oh. Yo, ik schiet ze wel af, joh. Geen probleem. Ik schiet mis. Geen probleem. Dat is een poep één gewoon. Maar die niet. Yes, sir. Ik knal ze wel af. Beetje mannen achter ons aansturen. Mooi even niet, hè? We schieten gewoon iedereen neer die ook op ons schiet. We mogen natuurlijk gewoon terugschieten, vind ik zelf. Er komen er nog meer van voren. Twee stuks. Oh, dat zijn er wel meer dan twee. En wij gaan ook van ons paard af. Even hun paarden zijn neergehaald. Dan moet de Monroe verdedigen. Hij mag niet uitschakeld worden natuurlijk. Want die staat juist aan onze kant namelijk. Kom achter die boom vandaan. Dankjewel. Achter ons. What's our plan here? Find a low, then make for the valley. Oh yeah, lucky bastard, Joel. Uh-oh. Ze raakten me wel heel hard daar. Ik zit hier niet goed achter dit stomme boompje, joh. Echt niet goed achter een stomme boompje. Zo. Let's go, Captain Monroe, you're with me. Let's go, Monroe, op mijn paard, jongen, kom. Neem heel veel snel wat eten. Corned beef. Kom erop, jongen. Let's go. Weg hier. Zijn paard was neergeschoten. Dus vandaar dat we daar even moesten vechten. Zonder paard, ja, dan kun je natuurlijk niks meer. Maar het is goed gegaan. We hebben iedereen uitgehaald. Komt er alleen nog meer aan nu. Natuurlijk het leger, dus ze kunnen raakschieten ook. Lekker bezig, Charles. I think we're finally in the clear. Everybody okay?
Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Zou ik niet doen, nee. Moreau, die moet hier gewoon weg. Ze willen hem namelijk gaan ophangen, dus... hij moet gewoon op de trein gaan en ja, hier weg. Gewoon niet erover nadenken, gewoon gaan. Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Dat is dat eiland. Zou ik niet naartoe gaan, nee. Meet me at the reservation. Hij zit wel echt ontzettend veel te hoesten nu, hoor. Gadverdamme. Reverend? Wat doet hij hier? Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so. Yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. I understand. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be... Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I felt that way for a long time about myself, I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well, Reverend. All aboard! You too, Arthur. Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Kan er niet tegen, hoor. Nou, dat is er weer een van de groep weg. Eén voor één. Blijft er steeds een kleine groepje over op deze manier. Maar ik snap het, ja, van iedereen dat ze weggaan. Want Dutch die is, ja, letterlijk gewoon de weg kwijt. Je kan zeggen wat je wil. Dus ik kan het wel begrijpen. En dat zegt hij natuurlijk ook tegen Reverend. Hij begrijpt het, hij snapt het. En ja, ik ook. Nice to see you. Ik wil heel veel mijn pounties betalen, meneer. Nieuw Hanover, even de $30 betalen. Dan hebben we daar geen bounty meer namelijk, dat is wel fijn. En dat was het, dankjewel. Meer heb ik niet nodig van je. Dan ga ik hierbij wel weer deze aflevering afsluiten. Er is weer echt van alles en nog wat gebeurd. Maar we gaan zien hoe dit gaat aflopen. Want Eagle Flies is natuurlijk nog wel steeds gevangen.
En ja, hoe dat precies gaat aflopen, heb ik ook geen idee van. Misschien weten we al helemaal niet hoe dat gaat aflopen. Arthur is ook weer echt kapot veel aan het hoesten. Dus dat gaat ook echt de verkeerde kant op. Maar we gaan het allemaal zien. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. Super dat jullie er natuurlijk allemaal bij waren. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.